Ik hou mij bezig met grensgebieden, met onontgonnen schemerzones. En ik vind dat dat mijn recht en mijn plicht is als dichter om die te verkennen. Dus de opstap is groot, maar ik merk wel dat er toch wel een publiek voor is. Het zijn net wel mensen, of dat ze nu erudiet zijn of niet, die toch nog hun beeld van hoe dat poëzie er moet uitzien, even kunnen loslaten en gewoon in die wereld zich durven laten onderdompelen. Als je mijn poëzie heel statisch, regel per regel gaat ontleden, dan sluit mijn poëzie zich en raak je er niet in. Dus je moet je durven als lezer laten meesleuren. En sommigen houden ervan en sommigen niet. Die worden niet graag ontregeld.